Goeie halos, zegt hij. We gaan naar ons repo-team, onze vliegenreporters. En we zeiden het net al, die staan bij Ron Visser van Bloei en Zo. Want ze gaan het daar hebben over de huiskamer van Bloei en Zo. We schakelen nu over naar ons Eems Delta repo-team ergens in de regio. Eems Delta. Hey, ik sta hier bij de woonkamer van Bloei en Zo. En naast mij staat meneer Ron Visser. En die gaat even vertellen hoe dat allemaal is gekomen en waarom jullie dit erbij doen. Want hiernaast staat de bloemenwinkel. Dus ik zou zeggen, Ron, brand los. Goed. Hoe is het ontstaan? 6 jaar geleden op de hoek de bloemenwinkel begonnen. En de oppervlakte van de bloemenwinkel is niet voldoende met hetgeen wat wij willen. Met als belangrijkste punt misschien wel, op het moment dat iemand binnenkomt voor rouwwerk, dat je daar echt even 1-op-1 persoonlijk aandacht aan wil schenken. Want dat is, ja, dat is het laatste wat je voor iemand kunt doen. Dus dat verdient gewoon even tijd en aandacht. Maar we hebben daar niet de ruimte om even lekker met iemand te gaan zitten. Een kopje koffie erbij, alle mogelijkheden doornemen. Dus het gaat vaak even aan de balie. De volgende klant staat er alweer achter. Je voelt je een beetje opgelaten. Het moet allemaal snel. En dus eigenlijk, zolang wij daar zitten, heb ik al gezegd van, nou, op het moment dat het pand van de kapper ooit vrijkomt, want dat is voor ons de enige mogelijkheid hier om uit te breiden, en dan spring ik er bovenop en dan wil ik die erbij. Toen nog niet wetende wat we daarin wilden beginnen. Maar wel in ieder geval een hoek waar we met mensen kunnen zitten voor het rouwwerk. Nou, dat is uitgemond in de woonkamer van Bloei en Zo. De woonkamer is een beetje min of meer cryptisch omschreven. Zo van, ja, wat iedereen verwacht, potten, pannen en alles wat aan woonaccessoires mogelijk is. Maar we hebben het meer bedoeld zo van, ook veel lekkere dingen. Dus wat eet je op in je woonkamer? Dus niet alleen maar wat jij lekker vindt. Juist, we zijn juist op zoek gegaan naar dingen wat heel dicht bij ons staat. Dus even niet te veel door de commerciële bril gekeken. Maar echt wat wij zelf heel erg lekker vinden. We hebben bijvoorbeeld gebak van een bakker uit Assen. En over de zomer dan gaan wij daar zelf altijd heen om ons gebak weg te halen. Dan staan we op de camping in Drenthe. En wij zijn zelf fan van die bakken. Dus we hebben de bakken benaderd. Zo van, nou, mogen we jullie gebak gaan verkopen? Die was ook direct heel enthousiast. En zo is eigenlijk alle producten die we verkopen. De worsten komen uit een. Twee jongens zijn een aantal jaren geleden voor zichzelf begonnen in Markthal in Rotterdam. Die importeren rechtstreeks Franse worsten en Spaanse worsten. Hebben we zelf een keer geproefd. Waren we helemaal enthousiast van. Dus ik heb hun ook gewoon benaderd van, mogen we jullie worsten verkopen? Nou, graag. En zo is eigenlijk. Klinkt dat raar, hè? Mogen we jullie worsten verkopen? Ja. We gaan ze alleen verkopen. Voor de rest doe ik er niks mee, hoor. Nee, dus nou ja. En zo. En van Delft Pepernoten bijvoorbeeld. Nick, mijn partner dan, die staat ook in de winkel. En die is zelf helemaal gek van Delft Pepernoten. Pepernotenwinkel in Groningen. Iedereen kent het wel. En we hebben hem gewoon gevraagd van, ja, mogen wij jullie pepernoten niet naar Delfzijl toe halen? Want iedereen moet vanuit Delfzijl nu naar Groningen. Dat mocht. Dus wij gaan nu, we hebben nu een beperkt assortiment. Maar straks, de laatste 3-4 maanden van het jaar, dan hebben we alle smaken, net als in Groningen. Op die manier proberen we ons een beetje te onderscheiden. Maar echt wel producten waar we zelf heel enthousiast van worden, waar we zelf echt achter staan. Dan is het ook makkelijker overbrengen op de klant. Ja, natuurlijk word je enthousiast van. Ja, zeker, ja. En mogen we nu naar binnen of staan er nog te veel klanten? Nee, kan wel. Ja hoor, zeker. Ja, we gaan een rondje. Ja, nou, we beginnen met schepijs. Het schepijs komt van dezelfde leverancier. Wij gaan dus vaak op het moment dat we in Groningen boodschap geweest zijn, of even op het terras gezeten, dan gingen we vaak terugreizen via Haren, de ijssalon in Haren. Omdat we dat ijs heel lekker vinden. En wij verkopen nu hetzelfde ijs. Dus we hebben het ijs wat wij zo lekker vinden gewoon naar Delfzijl gehaald. En we hoeven niet meer naar Haren. We hebben het gewoon nu zelf. Ik heb wel het idee dat jij alles lekker vindt wat je hier verkoopt. Ja, maar ik ben ik ook in beeld, want dan is er ook wat te zien. Hè? Nou ja, macarons verkopen we bijvoorbeeld. Iedereen kent macarons. Waar haal je ze in Delfzijl? Nou ja, dus nu hier. We hebben alle smaken, alle kleurtjes. Ze gaan als een speer. We kunnen er eigenlijk niet tegen bijvullen. Dus daar zijn we wel echt verrast over. Dat is echt wel. Zal ik je wat vertellen? Ik lust die dingen helemaal niet. Nee? Nee, ja, nou ja, ja, ik wel. Hey, en dat is Nick. Nick, vertel eens even. Hoeveel, wat vind jij allemaal lekker hier?
Ja, nou, we verkopen in principe alleen maar artikelen waar we zelf volledig 100% achter staan. En wat we ja, zelf echt lekker vinden. Zo hebben we ook gebakjes bijvoorbeeld van de Gosselaar uit Assen. Als we zelf in Drenthe zijn, bijvoorbeeld bij een staakerven bij mijn vader, dan gaan we speciaal naar Assen voor de gebakjes van de Gosselaar. Ja. Dus we hebben contact met hun opgenomen om te vragen of we een gedeelte van hun gebakjes mochten verkopen. Nou, en dat mocht gelukkig. Nou, dan moet ik ze maar gauw een keer bij jou ophalen, ja. Ja, ja. Nou, gaan we nog even in de winkel kijken. Kan dat? Nee. Kan. Ja? Ja, loop ik er even doorheen. Oeh, heb jij een mooie strik. Nou, leuk hoor, hier. Pruimpje, wat is dit dan? Vind je ook lekker zeker? Ja, ja, dat zijn allemaal likeuren van een Jenever branderij uit Amsterdam. Kleinschalig branderijtje. Nou ja, sommige spreken voor zich qua smaak, maar er zijn ook een aantal bij, nou, als een engeltje bijvoorbeeld. Nou, deze zal ik niet noemen. En dat is allemaal kleinschalig. Een mooie fles en goed betaalbaar, maar ook echt, echt lekker. En ze zijn zo kleinschalig dat het gewoon, het gaat via één groothandel die het uitlevert. En wij zijn ook de enige in de regio die het aanbieden en mogen verkopen. Nou, en wat zien we? Och, nog meer lekkere dingen. Oud bier. Ja, nee, de tapaskast, hè, vol met olijven en allerlei smeersels, aioli's, gevulde pepers, pesto's. Ja, ook gekoelde wijn. We hebben de wijnen staan in principe hiernaast. Maar stel nou dat je zegt van, nou weet je, eigenlijk ben ik vanmiddag van plan om naar een vriendin en het is mooi weer en we willen gewoon direct gekoelde wijn. En dan pak je gewoon lekker een flesje uit de koelkast en dan gaan we met gekoelde wijn op pad. Nou, ik weet waar ik mijn boodschappen moet doen straks. Ja. Hey, ik zou zeggen, ik vind het echt super mooi hier en bedankt voor het gesprek. Ik hoop dat jij het zelf ook leuk vond. Ja, zeker. Ja, zeker. Kom allemaal lekker massaal deze kant op, zou ik zeggen. Hé, hey, Nick. Of Nick zeg. Ja, Ron. Ron. Ron, bedankt. En nou, we komen vast nog een keer langs. Helemaal goed. Dankjewel. Graag gedaan.